you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. Meneer Linkens, 150 jaar Neuhaus. Wat zijn de hoogtepunten van dit roemruchte chocoladegeslacht? Oké, wel eerst en vooral in 1857 is hier in deze winkel, die nog altijd bestaat, Jean Neuhaus begonnen als farmacist, als apotheker eigenlijk. En de man verkocht medicamenten, maar medicamenten die vroeger slecht smaakten. En daarom deed hij daar dikwijls een laagje suiker of chocolade rond. Zijn kleinzoon in 1912 is dan op het lumineus idee gekomen van te zeggen, als ik nu een schelpje neem in chocolade en ik maak dan een smakelijke crème die ik daarin doe en ik sluit dat dan af, dan heb ik iets veel lekkerders. En zo is eigenlijk de praline, de Belgische chocolade, ontstaan bij Neuhaus, door Neuhaus, in deze legendarische galerij. Wat zijn de verdere hoogtepunten sindsdien? De Astrid, een praline ontwikkeld voor de toenmalige prinses Astrid, onze latere koningin in 1937. En de wereldbekende Tentation en Caprice. Dat zijn twee van de meest schitterendste pralines die er bestaan. Die voor de wereldtentoonstelling, de Expo, zoals dat de mensen toen zeiden, in 1958 ontworpen is. En die hun naam eigenlijk ontleden aan een film van Brigitte Bardot. En vandaag is eigenlijk het begin van de volgende 150 jaar. En hebben 9 van de topchefs in de wereld een creatie gemaakt voor Neuhaus, die we dan samen ontwikkeld hebben. En die we deze avond gaan voorstellen. The way you haunt my dreams. Monsieur Winans, le chocolat belge, c'est une grande histoire. Qu'est-ce que ça représente pour la gastronomie? C'est un des produits les plus connus. Et qui fait connaître la Belgique dans le monde entier. Hein. Le chocolat belge a une typicité. D'abord, c'est du chocolat pur. Il n'y a pas de supplément de beurre, de cacao, comme certains autres pays font. Donc alors, on a eu la chance d'être choisi par Neuhaus, qui est quand même le créateur de la praline, qui est le créateur du ballotin, et qui a fait de la Belgique un pays d'une renommée extraordinaire avec les pralines. Vous êtes là parmi 8 autres de vos collègues. Vous les aimez tous, vous les connaissez tous très bien? Je crois qu'il y en a un ou deux. Il y a un Espagnol que je ne connais pas, un Japonais que je ne connais pas. Mais Daniel Boulu, Guy Savoy, Marc Vera, bon, les Belges bien sûr, hein, on se connaît très bien. Het product is een luxe product. Het is een topkwaliteit product, zonder compromissen op vlak van ingrediënten die we gebruiken. Overal in de wereld zoeken wij de beste ingrediënten. We hebben een batterij van schitterende chocolatiers die nog hun vak en hun stijl kennen. En de trend wereldwijd is toch zo dat mensen meer en meer voor kwaliteit gaan. Dus wij groeien en bloeien. En we denken dat we dat ook nog voor de volgende 150 jaar kunnen uithouden. They can't take that away. Revive.